Gawk. Moving a bit now. Gawk. Brother, get up, love. Your boy can... Oh, so did I. So did I. Yes, nay. So that's it then? What? Yes. Fuck yes. Alles gaat in één keer fucking fantastisch zoals ik het wil. Ben zo maar in één keer goed in dit spel, joh. Got the top. You got my boy. Ik dacht het niet. Ik heb hem. Fucking een kwartier mee bezig geweest. Maar we hebben hem en het voelt wel goed. Waarschijnlijk is het niet zo moeilijk, maar ik ben Rick. En dat is even een beetje een probleem. Trouwens, daarover gesproken. Gegroet, stelletje ontstoken oogballen. En welkom bij een nieuwe aflevering van God of War. Misschien 4. Dit is niet echt een intro die je gewend bent van mij, maar ik ben voor de verandering een keer een klein beetje iets wat lijkt op een strijder. En ik ben sowieso de afgelopen dagen ook een strijder. Ik kamp al een paar dagen met een ontstoken oog. Het is echt verschrikkelijk. Het voelt gewoon de hele tijd alsof er iets in je oog zit. Maar er zit niks in je oog. En licht is echt super irritant. En dat is toch het enige ding waar je ogen soort van voor gemaakt zijn. Het zien van licht. Dus de hele dag... Dit is ongeveer de ervaring van een ontstoken oog. Je hele oog is half dichtgeplakt. Je hebt nog versies waar je nog een heleboel pus zit. Dat je wakker wordt, dat je halve oog niet open kan. Dat ik dan weer niet. Dus in principe, het had erger gekund. Voor de rest was vandaag een zeer succesvolle dag. Ik heb keiharde shoppings gedaan voor dobbelen. Ik ga vrijdag dobbelen met de familie. Tenminste, ik heb shoppings gedaan. Ik heb Billy shoppings laten doen. Ik heb haar doorgegeven wat ze moest kopen. En het betaald. Super handig. Zo'n soort butler-achtige persoon. We zijn er. De ruïne. De fantastische poort naar Jotunheim. Land van de reuzen. Redelijk dicht bij het einde van de game, geloof ik. Prop hem erin, schat. Oh, dan mag ik weer gaan doen, zeker. Oké. Ongemakkelijk. Gaat die poort nog open? Carve along that. Ja, ik mag het. Oké. Ik dacht dat. Ben ik nou gek aan het worden? Tuurlijk. Wow. Jotunheim. Vet. We made it. Beautiful. Fucking fat. Why remember once? Hit the game echt vaak. Oh! Dit heeft de game ook vaak. Ik miste hier dat werk wel een beetje. Wat een balder doen we doen met de tijd. Met in mijn lichaam steken. No! I'm a god too! I can do this! Die gaat het mis. Boeien heeft niks al die pijlen. Holy fuck. Walter, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up. All this time, I thought I needed you. But you're just meat. Turns out, the boy is the brains. Oh, nee. Bruh. Portaal! No! Ik was echt fucking 5 afleveringen bezig met die kutruïne. Dit is echt balen. Stupid. Ik ga dood momenteel, bitch. Maar dat is even een iets wat ander probleem. Get out of here, boy. Yes, by all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you. Niet gewaardeerd. Let go! Calm down, boy. You are not ready for this. I am ready. The fuck? This is need help. And here I thought my family was fucked up.
Your father has an echt toffe schurk. Far from ready. Now would you be so kind as to hold this? Je mag kinderen steken, dat is niet aardig. Thank you. Waar gaat het van? Doei! Atreus! Atreus, godverdomme. Moet dit? Oh, fucking vet. Wat? Is dat die draak? Please, geef bossfight op draak. Don't you know when to give up? Ik ben echt al 5 minuten lang alleen maar aan het zeggen. Dat is zwaar. Oh, ik mag hem wel aanvallen, maar om dit nou echt een volledige bossfight te noemen. De verhalen over mijn oogontsteking kunnen in ieder geval even wachten. Vechten op de rug van een fucking draak. Dat is... Ik wil even blokkeren, dat is wel handig, ja. Nee, doe nou niet. Waarom sla je jezelf? Kan je doodgaan hier? Kun je dit daadwerkelijk... Oh, je moet duiken. Niet echt mijn beste skill. Wat moet ik doen? Oh, het is een... Hè? Sla me niet dood, please. Hoe werkt deze battle? Oh, na het ontwijken. Ah. Dat stukje tutorial gewoon niet te zien. Je moet dus gewoon iedere keer wachten tot hij op je duikt en dan slaan. Dat is echt reek makkelijk. Ja, verdomme, je bent gewoon weer 10 minuten vastgezeten. Het is de Welkom bij de Rick kan niet lezen show. Hoe functioneert deze jongen in het dagelijks leven? De wereld vraagt het zich af. Ik hoef gelukkig niks meer te doen momenteel. Je vierkantje rammen denk. Ah, lekker. Oh, het tweede is natuurlijk gewoon nog op het hoofd van de draak. Wat fijn dat hij er niet van afgeflikkerd ofzo. Maar gewoon lekker liggen, comfortabel. Maar dan hangend, bijna echt hangend vechten. Waarom zit er iemand op mijn rug? De nerd. Nou, die is sowieso niet dood. Die zien we sowieso weer op de rug. Correct. Ik heb nog nooit zo hard gelijk gehad. Klimmen, ik wou zeggen klimmen, maar dat is vallen. Is het oké? Is this allowed? Oh, we gaan gewoon door. Het is doorgaan, doorgaan en wellicht ook een beetje doorpakken. Oké, nee, ik wil eigenlijk een heel verhaal vertellen, maar blijf lekker doorrennen. Hey motherfucker! Wil je van mijn zoon afblijven? Is dat een optie die je hebt ergens in een minuutje? Sorry, ik ben even bezig. Het voelt een soort epische eindscène dit, maar... Locked in! Wat doet hij? And when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down on you. It's over. Is it? Doen we. So be it. Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill him. You know I will. I'm gonna stay fast. What did you do? What have you done? Boy! Ziet er redelijk uit als Helheim. Yep. Het is echt zo'n ding in God of War. Je moet altijd terecht in de hel. In God of War 1 kom je in de hel. God of War 2, volgens mij ook. God of War 3 begin je zo'n beetje in de Tartarus. En zelfs in God of War, misschien 4, toch nog eventjes een keertje per ongeluk in Helheim belanden. Vet. Boy. I'm here. Stay still. Oh, daar zo. Gevonden. You will listen to me and not speak a word. I am your father,
And you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Whew. Dat is pittig. Lekker klimmen, denk. Terug naar de top. Ja, het is echt gewoon ronde 2. Wow, nice cold. Achievement, wel. This is hell? Oh ja, hij is hier natuurlijk nooit geweest. Ik ben in mijn eentje toen naar Helheim geweest. Dat is waar ook. I see a ship. Get us there. It only takes us halfway to Tyr's temple. But at least it gets us far from here. Lekker klimmen, klauteren. A thousand mortal lifetimes, the bridgekeeper kept the living out of this place. But now that you've ripped his heart out, here we are. Funny how it all comes around. Oh, is er nou vijand of niet? He should pay for what he said about mother. Boy. That wasn't me. What? Huh? In ieder geval, ik was dus echt een kleine ziljoen jaar geleden aan het praten over mijn dobbelcadeautjes. Ik heb een grote fles bier. Het handige met dobbelcadeautjes is, koop gewoon shit die je zelf zou willen, die andere mensen ook nog een beetje zouden willen. Anders wordt het wel heel lullig als het gewoon is heel specifiek. Een t-shirt met je gezicht erop, hè? Een beetje dat niveau. Wacht even hoor. Moeten we niet iets hiermee gaan doen ofzo? Nee. Oké, prima. Doen we dat niet. Kan ik dit niet gewoon springen? Oh, heel cool wat ze nou gaan doen. Van kijk, het gaat stuk. Maar je kan het gaan springen. Nee, oké. Sowieso, een cadeautje wat je zelf wil is wel het handigste. Dan heb je tenminste wat om voor te dobbelen. Meestal komt het neer bij dobbelen je gewoon strijdt voor je eigen cadeau. Dus eigenlijk is dat redelijk kansloos iets. Waarom kopen we überhaupt nog cadeautjes voor elkaar? Koop gewoon een cadeautje voor jezelf. Beste Sinterklaas. Er zijn ook vast mensen die dat doen. Gewoon iedereen, koop 3 cadeautjes voor jezelf van 5 euro en geniet er gewoon lekker van. Klaar. Dat is hoe wij dobbelen. Heerlijk. Ik heb dus een grote fles bier gekocht van Ashouf. Prima bier. Er zijn vast een paar mensen die daarom willen strijden. Ik heb een bathbomb, geloof ik. Wat wel onhandig is, want niet iedereen heeft een bad. Ja, onhandig. But we're gods. Hey, dit stukje ken ik. We can do whatever we want. Turn away, boy. That's what I said to your mother. Right before I gave it to her. Blah, blah. Wasn't me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. Not here. Yeah. We must keep moving. Ja, we worden dus weer in Helheim geconfronteerd met onze smerige schaduwgedachten. Ja, het is een beetje cliché allemaal, maar ja, je moet er wat doen hier zitten als je er toch bent, ja toch? Ik heb ook één ding als cadeautjes, een beetje een family classic. Er zijn altijd een paar van die kut dobbelcadeaus die er ieder jaar zijn. Altijd iemand die zo'n kraslot, zo'n adventkalender kraslot meeneemt. Waarvan jij iedere dag een vakje open moet krassen. Maar ja, je weet allemaal na een paar dagen, ben je er klaar mee. Meestal ben je er meteen klaar mee. Kras je gewoon die kut vakjes open, zo is het leven. How do we stop it? Escape hell, as soon as possible. Goeie tip. I'm not gonna let it bother me. Like you said, Mimir, it was just an illusion. That wasn't me. Oh. No. But it is who you have become of late. Look, I know I got us into this. But I'll get us out. Whoever what? I am. I will get us out. You will follow orders. Oh, nee, shit, maybe that's not who I am. It had better be. Now let me focus. Oh, dat kan dus niet. Hè? Wacht, kan dat met de... Kan je dat bevriezen? Ah, dat is heel slim. En dan weer wisselen met deze. En dan zo die pakken. Eyo. Nu heb ik hem toch? Yes, very nice. In ieder geval een paar van die familietraditie dingetjes. Altijd zo'n was je auto... Oh, kut. Was je auto afpakket. Echt, dat hebben we al sinds 2001 in de routine. Als je die wint, heb je gewoon één dobbel cadeautje minder te kopen volgend jaar. Weet je, dat is een fijn grapje. En meestal is er altijd wel iemand die de december editie van de Playboy haalt. Denkt nou, hé, laat ik dat maar even op me nemen.
Straks heeft nou, niemand de december-editie van de Playboy. Straks hebben we de drie. Ja, dat is liever de eerste situatie. Je kan al beter te veel hebben dan te weinig. Dus ik had Billy en Patrick om al die shit te halen. En Billy stuurde allemaal foto's van alle dingen om te laten zien dat ze het haalden. Dus ik zei voor de grap: hey Billy, zal ik een foto van die Playboy dan? Als in naaktheid. Billy zei haha lololol. En toen opeens zag ik in één keer 25 WhatsApp berichten van Billy. Heeft ze daadwerkelijk de moeite gedaan om dat ik iedere bladzij van dit blad te fotograferen en als losse foto naar me toe te sturen. Moraal van het verhaal is Billy is cool. Dat was ongeveer het enige wat ik wilde vertellen. Billy is best wel cool. Voor de rest, we zullen het eens even lekker over hebben. Ik was afgelopen week weer bezig met een podcastje van Business Wars. Die hebben echt een hele toffe podcast. En dit was dan, wat ze dus vaak doen is de oorlog, strijd tussen twee bedrijven. Vaak een beetje hetzelfde, hetzelfde bedrijf. Dus Pepsi versus Coca-Cola, eBay versus PayPal. Is dat de echte Baldur? Of is het een soort schimversie? Nee, dat is de echte volgens mij. Feasting, drinking, women, it's all gone. You never God. Feel pain again. Death has no power over you now. You would rather die? Feel again? Yes. Then. I would rather die. Come on! Glijf. Hij is zijn eigen schim aan het aanmoedigen om zijn moeder te vermoorden. Hij weet ook echt niet dat ik hier ben. Wat een sukkel. Om een of andere reden weet hij me gewoon te vinden. Terwijl ik net een portaal naar Jotunheim wil openen. Maar als ik echt letterlijk een paar centimeter bij hem vandaan ben. Dan opeens, waar is Kratos eigenlijk heen? Ach ja, ieder zo zijn problemen. Ik ben dus nu bezig met die podcast van Red Bull vs Monster. En het is echt flink hard genieten. Het is voornamelijk best... Het voornamelijk best interessant hoe zowel Red Bull als Monster echt een redelijk jonge bedrijven zijn. I'm at a loss. I assure you have no reason to keep such a thing a secret. There's the boat. We will speak more of this. Boat? Soon. Vet. Oké, hier liggen naar beneden. De vraag is even, kunnen we nog bij die kist die we net zagen? Oh, waarschijnlijk zit het daarachter gewoon. Ja, die kisten boeien me niet zo heel veel. Maar toch hier en daar even een keer een upgradeje, zodat je karakter iets minder zuigt, is best wel fijn. Dus als ik toch op een manier zie om die kist te pakken, hey, dan pak hem even lekker mee. Maar zo'n monster als Red Bull zijn een redelijk jonge bedrijf. Het hele idee was geloof ik al bekend in of India of Indonesië. Wat is echt het verschil? Best wel veel. Daar heette het, ik heb het hier staan, het heet Krating Deng. Wat letterlijk vertaalde naar rode bison. Red Bull is letterlijk gewoon gestolen van een drankje dat al bestond. Er was maar een zakenman, die was in of India of Indonesië. Hij was moe en een taxichauffeur zei, ja, probeer wat Krating Deng. En hij koopt zo'n blikje, zet het aan zijn lippen en verdomme, wat is die shit goor. Maar enkele uren later voelde hij zich wel echt gigantisch, ja, vol van energie. Hij denkt, dit is best wel een slim drankje. Een drankje waar je minder moe van wordt. Misschien kunnen we daar een product van maken en het verkopen. En hij denkt, nou, dan maken we daar een Amerikaanse versie van. Ik geloof dat ze niet begonnen zijn in Amerika. Ze wilden eigenlijk beginnen in Duitsland. Maar daar was heel veel gezeik, want er zat taurine in. En zij is in Duitsland, huh, what the fuck is taurine? Waarom doe je dat in je drankje? We willen eerst 100% zeker weten dat het veilig is. Ik geloof dat ze zijn begonnen in Oostenrijk. Pretty sure dat het Oostenrijk was. En ja, toen was het begin gewoon heel kut. Iedereen vond het goor. Het was misschien gewoon... Zo'n proefgroep doen. Dus van een groep mensen komen in de kamer, worden allemaal een paar tientjes betaald en dan moeten ze gaan proeven. En zeggen, nou, ik had de laatste keer, ik was op Zaandam en er was, ik zat vast met de trein of zo. En dat was best een vrouw die zei, wil je een smaaktesting doen? Het was voor een sinaas. Dan moest ik meerdere sinaasjes proeven en zeggen, nou, ik vind deze sinaas heel lekker, deze heel goor. En dan krijg je gewoon een beetje een idee van, hey, zouden mensen dit lekker vinden? Is makkelijker in plaats van een product in de winkel gooien en dat iedereen dan zegt, ja, dat is echt goor. Oh, is dat goor? Dat wisten wij niet. Dus in principe is dat best een slimme strategie. Je moet mee naar zo'n testje. Toen was het gratis of ik een zakje snoep. Het was van, hey, je krijgt sinaas. Nou, prima. Dit is een ervaring. Geen idee. Waarschijnlijk wist je nog helemaal niet het merknaam en waarvoor het was. Dat mag je allemaal niet weten natuurlijk. Dat beïnvloedt weer je keuzes. Wat? Was dat Zeus? Zeus? Zuil? Rijk zeker van dat het papi was. Dan moet je vast die kant op duwen.
Wat de fuck gaan we allemaal doen? Dat is een beetje de grote vraag van deze puzzel in ieder geval. Eigenlijk was het ding voornamelijk dat Red Bull kwam niet naar Amerika. En dat is een beetje waar we op een gegeven moment wel geloven. Maar toen op een gegeven moment kwam Monster. Dat was eigenlijk een heel familievriendelijk frisdrankbedrijf. En die wilden ook graag een energiedrankje maken. Op een gegeven moment zagen ze, ja, verkoop gewoon niet. We zijn niet cool genoeg. En toen zijn ze eigenlijk veranderd. Helemaal gerebrand naar Monster Energy Drink. En net zoals Red Bull heel erg focus op extreme sporten. En wat voor Red Bull heel goed werkte, het lukte ze maar niet om in Engeland veel Red Bull te verkopen. Mensen wilden het gewoon niet hebben. En toen op een gegeven moment kwamen ze dus achter dat er was een geniale marketingstrategie. Wat inhield dat het verkocht op een gegeven moment gewoon heel goed in clubs. Mensen die gewoon de hele avond lang willen feesten. Maar ja, daar word je best wel moe van. Hartstikke goed. En toen voornamelijk ook de combinatie met natuurlijk... kijk. Hartstikke mooi. De combinatie met wodka. Wodka Red Bull was gewoon zo populair in die tijd. Je kon net als club 18 eurotjes vragen voor een wodka Red Bull. Dat is gewoon wodka en wat Red Bull. Easy as that. Oh, daar zit er eentje. Hoe kom ik daarin? Deze kant? Kan ik dit vanaf hier pakken? Nice. Je kan het blok gewoon nog verder terugtrekken. Weer een moment waar ik gewoon 5 minuten lang heb zitten kutten. Deze game blijft me in de maling nemen. Oh, wacht. Hier is die rune helemaal niet. Kak. Waar is die rune? Ik heb er gewoon 2 van de... Oh, got him. Ach, kom op. Oké, we hebben de bijl nodig. Ik zit niet aan een touwtje vast. Superhandig. Paats. 3 van de 3 zetels. Prima. Ik krijg mijn shit in ieder geval. Monster was voornamelijk gewoon een soort Red Bull rip-off. Ja, dat is best wel succesvol geworden. En wat redelijk geinig is, in Nederland was dit bijna geen ding, de 5-hour energy shots. Het probleem was vaak dat ze zagen op een gegeven moment dat drankjes als Red Bull deed heel goed onder jongeren. Die het gewoon, ja, een soort coole image dat eraan vast zat. En hey, cafeïne is best wel chill. En ze merkten dat werkte heel goed bij gewoon volwassenen die gewoon wakker wilden blijven. Maar bijvoorbeeld heel veel vrachtwagenchauffeurs, gewoon de hele dag auto rijden, kan best wel slaapverwekkend zijn. Dan is zo'n energiedrankje best wel fijn. Maar het probleem is, je moet ook heel vaak naar de wc toe. Want je drinkt gewoon... Wat vooral bij Monster heel goed werkte, waren halve liters. Er zit gewoon nog meer cafeïne in. Je kan wel gewoon meer cafeïne per milliliter proppen. Maar cafeïne is heel goor, dus je drankje wordt gewoon niet zo lekker. Dus we dachten, ja, in plaats van dat we grotere blikken maken, doe gewoon heel veel cafeïne in een klein beetje. Maar dan gewoon een shotje. Gewoon 1 slok. Hoef je niet te pissen, maar wel gewoon heel veel energie. En puur daarmee is ook gewoon zoveel geld verdiend. De 5-hour energy drinks. Not entirely sure this is seaworthy. She will do. We gaan gewoon lekker al die takken eraf slaan. Ik ben erg benieuwd, wat is het plan? Give me space to work. Maar alles kapot slaan. Oké, hoe gaan we de boot wegkrijgen? Nou, stap 1. Sla alles kapot. Stap 2. Vraagteken. Stap 3. Fijne reis. You have done enough. Ja, het is allemaal jouw schuld dat we hier zijn. Ah... Ik begin langzamerhand een beetje een gevoel te krijgen wat hier aan de hand is. Iets met natuurkunde ofzo? Is dat een ding in de wereld van God of War? Waar de fuck moeten we heen? Ik denk dat we iets moeten doen met de hitte. Oh, toch wel hier. The sails are intact. Haha. Oké. Gaat goed. Great. Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall which, sadly... We are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Skeetblothnir? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Nevertheless, this is the boat we have. Is het er nog een boot? Oh man, ja, we zitten nog in het water. Dit is redelijk een boot. Ik dacht even aan het vliegen waren. Oh, stop. Ja, kut. But perhaps the biggest iceberg I've ever seen. At least the fire's making heat. What now? Of berg kapot slaan. Of ja, toch wel, hè? Toch wel. Kom maar door, Kratos. Gewoon een hele stuk hout eronder. Agressie. Werkt altijd. So now the sails are loose? Just watch. Moet dat aan de andere kant ook nog? Of gaat het goed nu? Blijf gewoon de boot slopen. Dat is tot nu toe een redelijk solide strategie.
In ieder geval, Red Bull heeft op een gegeven moment ook geprobeerd van die namaak energiedrankjes te maken. Je had een tijdje in de supermarkt Red Bull energieshotjes. Die heb ik nou echt een paar maanden gezien. Die zijn gewoon compleet geflopt in Nederland. En toen weer verdwenen. Sowieso, die energy shots zie je vrij weinig. Ze zijn ook vaak net zo duur als een heel blik. En denk je, ja, ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Laat dan maar. Dat is voornamelijk denk ik een beetje, oh. Fijn om een ander deel van het level te laten zien. We zitten wel redelijk vast. Stay with the boat. Stay in the boat. Ik regel deze shit wel. Ben zo bij je terug, schatje. Ik ken nog wel een cool feitje over gekko's. Als je klaar bent met al mijn gepraat over energiedrankjes. Gekko's zijn fucking hardcore. Ze eten namelijk hun eigen huid op. Sommige dieren doen dat om gewoon calorieën te besparen. Net zoals het honden soms hun eigen poep opeten als ze te weinig eten krijgen. Ik geef mijn honden trouwens wel gewoon genoeg eten. Ik moest ooit de hond uitlaten van mijn tante. Toen was ik heel klein en begon opeens zijn eigen poep op te eten. Ik vond het heel grappig. Maar blijkbaar doen honden dat als ze vitamine tekort hebben. Dan gaan ze gewoon eigen kak op eten. Gewoon een beetje recyclen. Ik geloof dat heel veel meiden, die beesten die in je bed zitten, die eten echt heel vaak. Gewoon dag in dag uit eten ze iedere keer hun eigen huid op om een beetje te recyclen. En gewoon de calorietjes eruit te halen. Oh wacht, dat is niet handig. Zo dan maar. En weer terug. Oh fuck, ik moet er even snel in zijn. Fuck. Fuck. Timing is key. I said stay on the boat. Oké, dan even vastklikken. Oké, dan. Is dit belangrijk voor de game? Het ziet eruit alsof ik hierop kan smijten, namelijk. Oh, niet. Oké, daar is wel een kistje in ieder geval. Gaat dit dan goed? Ja. Gekko's eten hun eigen huid, omdat als ze dat niet doen, dan laten ze een spoor achter voor andere dieren. Andere dieren weten, hey, er zijn gekko's in de buurt, want er is heel veel gekko-huid. Dus om die reden denk ik gekko's, ik eet mijn eigen huid wel op. Vooruit dan maar. Vooruit dan, wauw. Hier zit een grap in. Je moet dan even iets beter je best doen. Even kijken, wat, kun je niet vanaf hier naar beneden toe? Ik denk dat ik nog iets interessants heb gevonden. Even je schouder die weg om. Als je dat karretje boven laat staan, in hoeverre het een karretje is, wat het niet is, dan kan je een cool trucje doen op deze manier. Volgens mij... Yes. Oh, dat is niet handig. Ik had verwacht dat daar een ruimte zou zijn juist. Dat je juist... Of moeten we dan helemaal omlopen of zo? Ben ik hier überhaupt al geweest? Het is één groot doolhof. Veel vaker met de game. Puzzles en shit. Yes. Oeh, het is ook echt een goede loot. Damn. Volgens mij hoef je ook helemaal niks te doen. Die boot staat gewoon vast. We moesten gewoon die steen gewoon optillen. Dit is gewoon een beetje extra gezelligheid, I guess. Hey, wie is er niet groot mee geworden? Die sappige extra gezelligheid. Even gauw die kant op rennen dan maar. Steen, kom je pakker. Voor de rest dan al een leuk feitje trouwens. Het is een soort stukje mythologie over Chinese keizers. Oh, dat kan dus toch niet. Ik had verwacht dat... Oh, wacht. Het is dit ding. Het zijn een soort ophaalbruggen ofzo. Die moet je gewoon intrekken. Ja, het probleem is natuurlijk wel dat die boot drijft gewoon omhoog. Oh, daar is waarschijnlijk die plank voor. Hey, dit verklaart zoveel. Oh man, vijanden. Nooit eerder meegemaakt, nooit eerder vertoonde bullshit. In ieder geval, die keizers, die hebben echt een hele lange teruggaande geschiedenis. Hun geschiedenis, wat echt heel vet is, gaat zo ver terug dat die keizers, hun familie loopt zo ver terug dat op een gegeven moment veranderen ze gewoon in goden. Zo van oké, mijn vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader. En op een gegeven moment is het gewoon, ja, dit is een god, dit is een volk. Dat is hoe ver hun familiestamboom weggaat. Ik ben echt benieuwd. Je hebt maar die televisieprogramma's waar je BN'ers hebt. Dat ze dan gaan kijken naar je familiestamboom. Dat ze dan blij dat je half familie fout waren in de oorlog en dat soort dingen. Ik denk echt ten eerste, hoe de fuck hebben die shit ooit bewaard? Hoe blijft zoveel van die informatie op een bepaalde manier toch nog ergens achter? You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Baldur destroyed the only gate to Jotunheim. Nou, jij en Baldur, dat is voornamelijk Baldur, laten we eerlijk zijn. And that boy up there, he's in nine kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not your concern. Well, he might become everyone's concern if you don't do something. You don't have to be the smartest man in the world to see that. Hallo, boot. Ben ik weer. Atreus. I can help? Aww. Together now. Gezellig. Lekker samen ontsnappen uit de hel. Lekker samen op rondje drukken. Maakt de hele ervaring gewoon een heel stuk fijner. Kindvriendelijke shit. Hartstikke idee. Doei. We did it. We're free. Free?
Ontsnap uit Jotunheim. Of Helheim. Ja, daar was ik sowieso al mee bezig. Father. It is time to end this. Yes, my son. It is time. God of War 3 shit. No. It's that voice again. Do you know who that is? Nooit van gehoord. I do not know. Kratos. Moet je nou weer liegen? Classic Kratos. Altijd maar liegen tegen zo'n lief. Hij verdient het niet. Hold on! Fucking ijsbergen de hele tijd. Nou, waarschijnlijk moeten we nu heel veel gaan vechten op de boot. Ik bespaar je dat wel eventjes. Ik heb niet zoveel meer te vertellen, dus... Oh, dat is wel heel interessant. Misschien is het toch wel een interessante battle. Die ijsdude, die doet me een beetje denken aan God of War 3. Alles doet me denken aan God of War 3. Het is ook wel het vervolg. God of War 3 was een level waar ze een keten waar je aan vast zit proberen door te hakken. En als die breekt, dan val je je dood in. Hier proberen ze die vuurtjes uit te maken, waardoor je natuurlijk ook weer je dood invalt. Dus je hebt een klein beetje een extra element aan het battelen. Je bent niet alleen bezig met geen schade nemen, je bent ook bezig met... Hey, blijf van mijn boot af, bitch. Fuck. Ben ik dood? Oh. Net iets te veel bezig met kutten. Net iets te weinig met de vuurtjes aanhouden. En niet zomaar aan. Fucking lit. Ben je gewoon nog een keer? Moet kunnen, moet kunnen. Ik denk dat het een goede strategie is voor het aanhouden van beide vuurtjes. Telkens heen en weer lopen tussen de vuurtjes. Ik geloof het als beide vuurtjes tegelijkertijd uitstaan. Dan ga je dood. Dus je kan zelfs haast zeggen, nou, we blijven gewoon één vuurtje verdedigen met het leven. Of misschien als een vuurtje te lang uitstaat, ben je ook dood. Dit is gewoon dat het een vuurtje is, ga je niet dood. Maar het is niet heel moeilijk. Ik heb er net gewoon keihard een potje van gemaakt, ja. Een potje God of War, precies te zijn. Oh. Godverdomme. Broer. Ga van die paal af. Oh, wat een zin in dit gezeik allemaal. Oh, het zijn er zoveel. Oh, 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 oh. Ik denk dat dit de laatste is. Of nou ja, ik hoop heel erg dat dit de laatste is. Yes, een nieuwe Battlefield update. Dat ik echt nep behoefte aan. Terwijl ik aan het focussen ben. Even op een rondje drukken. Geniet-on. Wat een zwaar leven heb ik toch weer. We did it. It is time, my son. Look around at what you have done. Nee, twee is even niet kijken, man. Dit is privé. Dat is opa. Aangenaam. Twee is ook kijken van bro, what the fuck? Waarom zo boos? Come on, we gotta go. You saw. Oh, the first person is no time, Oké, ga er maar vanaf dan. Verlaat het schip! I have a plan! Wat is je plan? Oh, we zijn hier weer. Dit is goed. Dit is goed. Bye bye. That was your plan. You're both cracked. Geheime kamer van Odin. Now. As long as we didn't wreck our way back. Hey, makkers. Hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering van God of War. Misschien 4. Doe een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, zie ik je terug bij de volgende aflevering. Tot dan. Doei.